voel je hem grippen en gaan. Ja, en dit zijn fantastische wegen. Zonnig Spanje en een extreme auto. De Aston Martin DBS Superleggera. En dan de volanten, want dat is natuurlijk het woord wat Aston Martin al jaren gebruikt voor zijn open versies. Nou, dit is dus eigenlijk een open versie van een supersportversie. Die DBS Superleggera was er al als coupé. Daar heeft Dries van den Elsen mee gereden. En kijk onze video ook op autovisie.nl. Kijk je naar de details, dan zie je dat je met een Superleggera te maken hebt. Aan die extra lucht uitlaten, inlaten. Maar ook aan die type aanduidingen hier in grappig kaal carbon fiber. Hier zie je het ook, nog niet eerder gezien. Een wat grotere splitter, grotere sideskirts en natuurlijk de type aanduidingen en wat andere wielen. Een hele spectaculaire auto waarvan je natuurlijk nog wel goed ziet dat hij uit die DB11-familie komt. Hier met die air vents. Natuurlijk een auto die ietsje zwaarder is geworden, 100 kilo. Hij heeft een dak wat open kan tot 50 kilometer per uur. Uiteraard elektrisch met de druk op de knop. En je kunt het ook op afstand doen. Deze auto gaat in Nederland maar liefst €372.000 kosten. En daarvan draag je ongeveer €70.000 aan de staat af. Dus ja, daar had je eigenlijk ook beter een leuke Alpine of zo van kunnen kopen. Wel heel moeilijk bij zo'n merk, wat vooral voor elegantie gaat en bekend staat om grote, luxe Gran Turismo's, om er dan nog iets extra sportiefs van te maken. Want zie dit maar als een soort AMG van Aston Martin. Toch goed gelukt wat mij betreft, want het is niet ordinair en schreeuwerig geworden. We gaan ermee rijden. Welkom in de Aston Martin DBS Superleggera Volante. Aanschouw. Eventjes 14 seconden geduld en dan opent deze Aston Martin zich. Even in herinnering, 725 pk, 900 Nm uit een fantastische V12 Twin Turbo. Hier in die neus van die prachtige DBS. Ja, het zal je niet verbazen dat deze auto eigenlijk tot op grote hoogte identiek is aan die dichte variant. Wat is er anders? Nou, allereerst natuurlijk dat dak wat open kan. Dat kan rijden tot 50 km per uur. In 14 seconden dicht, 16 seconden, allemaal details. Wat belangrijker is, is dat die kap geloof ik 8 laags is en behoorlijk stil is op hoge snelheid. Zo'n convertible, zo'n cabriolet is altijd zwaarder. Dat kan niet anders. Er moeten wat verstevigingen her en der aangebracht worden om zo'n auto toch voldoende stijf te maken. In dit geval gaat het om zo'n 100 kilo, wat die auto in zijn totaliteit op iets van een dikke 1800 kilo brengt. 100 extra kilo's die weer net het zwaartepunt en ook de balans van die auto weer iets wijzigen. Deze auto heeft echt een perfecte 50-50 balans. En dat is bij de coupé 51 voor, 49 achter. Allemaal details, maar wel belangrijk. Want dit is toch wel echt een supersportauto. He? Niet alleen qua vermogen, maar ook qua snelheidsbereik. Hij heeft een top van dik 300 km per uur, 316 meen ik. 3,6 seconden naar de 100, 0,2 minder door dat extra gewicht. Nou, het onderstel werd ook aangepast dus om die 100 extra kilo's te handelen. Dat betekent dat de dempers achter ongeveer 30% stijver werden en de spring rate, dus de veren, ongeveer 10%. Nou, al met al levert dat een auto op waar je ongelooflijk hard mee kunt. En dat is eigenlijk verbazend voor zo'n grote auto. En voor zo'n zware auto nog steeds. Je voelt wel, zoals eigenlijk in elke cabriolet, elke convertible, dat dit een auto is die natuurlijk wat stijfheid heeft ingeleverd. Een auto is altijd qua torsiestijfheid op zijn sterkst als het een doos is, dus als er een dak op zit. Nou, dat is hier verwijderd. Gevolg is dat je wel zeker in de GT-modus, waarbij de dempers eigenlijk op hun soft staan, die stuurkolom toch wat voelt trillen. En wat meer onrust in die auto zit, vooral die voortrein.
Dat wordt wat minder op het moment dat je de sportievere settings kiest. De Sport Plus zit er ook nog op. En Aston Martin die kiest ervoor, zoals op alle andere modellen, om ja, de dempers apart te regelen en de aandrijflijn apart te regelen. McLaren heeft dat bijvoorbeeld ook. Die merken die, ja, geloven erin dat je in sommige omstandigheden beter met softe dempers kunt rijden, maar toch de felste setting voor zowel je motor als die versnellingsbak. En andersom. Dus ja, daar zit ook wel wat in. We rijden hier op prachtige, ruime bergwegen. Nou, daar komt het volledige potentieel van deze Aston Martin volledig tot zijn recht. Hier kan je echt snoei en snoei hard. Ja, het gaat nergens over zo hard. Maar hij doet dat heel goed en heel gecontroleerd. Het is echt een, niet alleen een Grand Tourer, dit is ook echt wel een sportauto. Een serieuze sportauto. Ik zou zeggen, ik hou eventjes mijn kop, luister even mee en dan gaan we proberen wat tempo te maken. Nou, je kunt die sportsettings met de standen op het stuur en dan voel je hem grippen en gaan. Nou, en dit zijn fantastische wegen met een geweldig goed wegdek. Wel leuk trouwens is als die automaat eenmaal merkt dat je zelf wil schakelen, dan zul je dat ook moeten blijven doen. Dus het is geen halfbakken automaat die het ene moment de regie geeft en het andere moment weer niet. Nee, hier doe je het of zelf, of hij doet het voor je. Nou, en als hij het voor je doet, dan moet ik je zeggen dat ik het toch liever zelf doe. Dan time je het toch beter. En die supersportmodus, die Sport Plus modus, die schakelen mij net iets te elastiekerig, net iets te gewild, spectaculair zou ik bijna zeggen. Ja, wat moet je dan met deze DBS Superleggera Volante? Eigenlijk zo'n super GT, zo'n super sportauto bijna, die je dan openmaakt. Want zo'n DBS Superleggera Coupé, die is rijtechnisch gewoon nog net iets verfijnder, nog net iets preciezer in zijn responsen door zijn grotere stijfheid. Waar het niet dat dit natuurlijk een klasse is waar mensen shoppen die zich alles kunnen veroorloven en die ook alles willen. En die boeit het niet dat ze iets aan sportiviteit inleveren. Nee, die willen gewoon alles. Ook kunnen flaneren en de dikste motor hebben en het sportiefste onderstel. Ook al is dat misschien een iets minder lekkere cocktail.